kunnen stellen dat u een bijzonder indrukwekkende staat van dienst heeft. En ik zou u graag uit willen nodigen om hier op het podium te komen. Want u voelt misschien al een heel klein beetje aan. Het is mij dan ook een grote eer u vandaag te mogen vertellen dat u uit naam van Hare Majesteit de Koningin bij koninklijk besluit van 29 september 2009 bent benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En ik ga u nu als burgemeester van de gemeente Zundert de bijzondere versierselen of de bijbehorende versierselen opspelden. Dan heb ik één probleem, want uw corsage gaat dan toch weg, want ik moet de koninklijke onderscheiding op die zijde op het hart. Oktober. We zijn vanmiddag al even te gast bij de KRC in Etten-Leur. En waarom? Nou, hun rector gaat afscheid nemen, Adrie Rombouts. Ik had zondag al een gesprekje met hem, maar toen wisten wij nog niet. Ja, wij wisten het wel, maar Adrie wist het niet dat hij zo'n mooie koninklijke onderscheiding zou krijgen. Adrie, van harte gefeliciteerd met deze toch wel hele grote mijlpaal. We zijn ook getuigen geweest van je afscheid vanmiddag. Hoe gaat het nou met je? Nou, dat is heel duidelijk wat ik van tevoren gezegd heb. Je voelt toch wel een weemoed in je opkomen van ja, zo'n organisatie om die te gaan verlaten. Ik wens je toch, ondanks die beetje weemoed, een hele fijne jaren. Geniet ervan, ga lekker fietsen en doe leuke dingen. En ja, we komen je vast nog wel een keer ergens tegen. Ja, hoor. Dat zal ik zeker gaan doen. Genieten van de vrijheid die ik dan heb. Het kwijt zijn van de eindverantwoordelijkheid. En de KRC blijf ik toch wel volgen. Het gaat jullie goed. Ben zuinig op onze kinderen. We hebben een fantastisch slag leerlingen hier op school. Ben er zuinig op. Wees er goed voor. KRC, het gaat je goed. En op zo'n Brabant, houden.